Gaan we wandelen? Ja? Gaan we wandelen? Oh ja, maar ik moet even mijn schoenen aan doen. Koekje. Koekje. Goedemorgen. Woensdagmorgen. Even iets langer in mijn bed gelegen, ongeveer een uurtje langer. En daarna heb ik boven nog het een en ander gedaan. En toen was het ineens 8 uur. Dus nu ga ik een rondje met Rafi lopen. Nieuwe schoenen aan, want die moet inlopen. Rafi ligt gek te doen op de bank. Wat is er? Ja, jij bent net pas wakker, hè? Ligt je zo lekker. Doe je voorzichtig met mijn bank, dankjewel. Ja? Gaan we naar buiten? Rafi. Rafi heeft zijn oren nog uit. Hey. Niet in mijn bank buiten. Niet doen. Dat mag wel. Nee. Ja, je weet het donders goed. Gaan we plassen? Ja, ik ga schoenen aandoen. Daar was ik mee bezig. Gaan we wandelen? Ja? Gaan we wandelen? Oh ja, maar ik moet even mijn schoenen aandoen. Ja, ik moet even mijn schoenen aandoen. We moeten even kijken welk rondje we gaan lopen, Rafi. Want ik hoorde de grasmaaier. En dan kun je niet rennen bij ons achter. Mijn coworker van deze ochtend is nog in dubio. Of hij beneden gaat blijven of toch stiekem naar boven gaat komen. Ik was bezig met proberen te filmen. Oh, dat is mijn telefoon. Maar ze zijn bomen aan het omhakken. Die bomen waar ik van de week al zei. Van hé, die worden er niet beter op. Die gaan nu inderdaad eruit. Dus ja. Dat is niet zo handig. Dit komt straks mee naar school. Die kan wel hier blijven. Dan ga ik even lekker voor mezelf aan de slag. Video's uploaden. Dat betekent automatisch ook thumbnails maken. Dus daar ga ik me nu even mee bezighouden. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dus dat scheelt weer. Even kijken. We gaan eerst maar eens even thumbnails maken. Even zien welke ik moet uploaden. En dan komt het allemaal doen. Anders hebben jullie morgen geen video. Nou ja, dat was vorige week dan. 1, 2, 3, 5 kan ik er denk ik uploaden. We gaan even kijken. 1, 2, 3, 4. En een bullet journal. Dat klopt. Volgens mij hebben jullie deze namelijk nog niet gezien. Even checken welke dit is. Ja, nee, deze hebben jullie nog niet gezien. Ik ga gauw uploaden. Nou, Rafi is niet naar boven gekomen hoor. Die ligt lekker beneden denk ik in het zonnetje. Want dat schijnt nu lekker in de gang en dan gaat hij daar heerlijk liggen. Iemand vroeg aan mij, waarom staat er heel groot niet kloppen op je raam? Nou, we hebben hier een aantal bezorgers, met name die van PostNL, die keihard op de deur en op het raam gaan bonken. En dan gaat Rafi echt totaal uit zijn plaat. Wat ik begrijp. Ik heb het netjes gevraagd, echt heel vaak. Willen jullie het niet doen? Wordt niet geluisterd, snuk met sukkeletters op het raam gezet. Dus ik hoop dat ze het nu ermee stoppen, want Rafi gaat gewoon helemaal uit zijn dak. En dat snap ik. En dat is gewoon niet nodig, want de deurbel, daar blaft hij 1 keer en is prima. Maar dat geklop op het raam, weet je, als ik hoor die deurbel echt wel, hangen er 2, 1 beneden, 1 boven. We missen hem echt niet. Dus ja. Maar goed, er staan 5 video's in de upload inmiddels. Die moeten nog een poosje, die zijn nu lekker bezig met uploaden. De verste is nu 31%, maar dat duurt nog heel eventjes. Goed, ik ga in elk geval naar school. Zie jullie aan het eind van de dag weer terug. Geen oude gesprekken vandaag. Daar ben ik blij mee, want dan kan ik even wat tijd aan wat andere dingen besteden en een beetje uitrusten. Want die doet nog steeds niet wat ik wil. En dat is echt rete irritant. Maar ik wilde jullie zeggen, ja, ik wijs naar achteren, maar dan kunnen jullie zien. Kijk, daar dat is Discord. En Discord is een server, een soort van WhatsApp, maar dan ja, anders. En daar zit ik op een groep voor mensen die allemaal naar iRacing Nederland kijken.
zitten heel veel mensen op, vooral mannen. En het is gewoon heel erg leuk om met die mensen te praten. En ja, ik kijk naar mijn YouTube kanaal, dus op een gegeven moment ging ik zich afvragen, wie ben je dan? Dus nu heb ik mijn linkje gedeeld, dus ik ben benieuwd wat dat gaat doen, wat ze ermee doen. Want ik denk niet dat ik echt heel veel mannen in mijn kijkers heb. Mocht jij nou een man zijn, reageer hieronder dan eens. Ik ben wel nieuwsgierig. Volgens mij is het namelijk iets van 95% vrouw die kijkt. Maar mocht je een man zijn en kijken, laat het hieronder weten. Oh, er worden heel veel races gestreamd en dat is gewoon ontzettend leuk om te kijken. Dus dat doe ik gewoon s'avonds geregeld eens even. Vaak zet ik het dan aan als achtergrond, zeg maar. Hè? En dan ben ik ondertussen iets anders aan het doen. Goed. Naar school, aan het werk. Tot later. Doei. Er is een pakketje gekomen voor mij. Maar ik denk dat het een pakketje eigenlijk is voor Ravi. Nou. Ja, het zijn de buttons. Dit zijn inspreekbare buttons. Er moet een batterij in. En dan, als hij erop drukt, en deze gaat bijvoorbeeld cookie, en dan krijgt hij een koekje. Dus ik wil ook kijken wat ik hem ook kan aanleren. Lijkt me gewoon heel leuk om te doen, omdat hij zo leergierig is en alles gewoon graag wil doen voor ons. Ik denk, nou, dit gaan we proberen. Dus ik ga eventjes kijken of je hier batterijen hebt, of we er genoeg hebben. Groene knop maar beginnen. Zullen we dat doen? Ja. Koekje. Kom maar, met je poot. Kijk, zo. Kijk, kom. Kijk hier. Nou. Kijk of het werkt als hij... Hij moet er met zijn poot op even. Oh, dat wil niet. Kom maar, kijk. Koekje. 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 Ja, die is leeg. Kijk hier. Goed van jou. Koekje. Ja, nou zelf oefenen. Ja, nou zijn de koekjes op. Als je nou een koekje wilt, moet je op een knopje gaan staan. Nee, ze zijn klaar. Koekje. De koekjes zijn op. Is dat een trieste mededeling? Nou, ze zijn geveld. Ik heb even gesproken met de mannen die ze omgehaald hebben. Omgezaagd, want gehakt is het niet. Maar ze hadden bovenin ontzettend veel doodhout. En dat kon er niet meer op een veilige manier uit. Kom maar, Ravi, kom. En daarom moesten ze om. Omdat ze gevaar aan het vormen waren voor de huizen die aan de andere kant staan. Maar ja, het is en blijft zonde. Maar er komen wel nieuwe bomen, werd me verteld. Ook wel weer mooi natuurlijk, dat er weer nieuwe natuur kan groeien dan. Maar ze stonden hier een jaar of 50 ongeveer. We hebben lekker gegeten inmiddels. Het is 6 uur, ik ben met Ravi een rondje aan het lopen. Het grote rondje van de dag. Ik had lekker spruitjes met rollade erbij. Heerlijk. En ik ben wat meer actief op Discord geworden vandaag. Heel erg leuk om andere raceliefhebbers tegen te komen. Waaronder een paar vrouwen. Dus dat is echt super tof. Ravi studeert ondertussen voor koe. Die vindt gras erg lekker. Nee, nou is het klaar. Anders heb je straks wel buikpijn van het gras. Maar wij gaan even een rondje lopen, dus tot later. We hebben net een uur gelopen hoor, maak jullie niet ongerust. Maar hij moet nog even gek doen, geloof ik.
En hij heeft dus ook een heel stuk losgelopen, hè. Ga je nog spelen? Ben je klaar? Ben je klaar? Ik denk het wel, hè. Nou, Valerie is hier vanavond gezellig even geweest. Omdat wij morgen samen een afspraak hebben ergens. Dat ga je vanzelf wel ontdekken. En we hebben net Rafi even uitgelaten en vervolgens gingen we haar auto zoeken. Maar die stond niet op de parkeerplaats zoals ze dacht. Ja, die stond. Dus toen hebben we heel veel parkeerplaatsen afgezocht. Maar we hebben hem nog gevonden. Dus dat is mooi. Maar wij gaan naar boven, Rafi. Ja? Gaan we naar bed. Je krijgt nog een koekje van het lopen. Ja, dat onthoud je echt wel heel goed. Oeh, ja, je zat al netjes, hè. Oh, lekker een kipje. Ga je mee naar bed? Kom maar. Ga maar naar bed. Doe maar, ga maar. Goed zo, ga maar. Ik kom eraan. Oké, Google. Bye bye. Doe maar, we gaan naar bed. Het is echt waar. Doe maar. Kijk, moet die uit, die. Toe. Goed zo. Je kunt het wel, hè. Zo, ik was nog eventjes bezig met de computer. Even een videootje editen. En ik ga zo meteen nog even een online café in. Dat is van iRacing. Dat vind ik wel heel erg leuk om even te kijken of dat een beetje gezellig is. Er zit nu een man of zes in. Dus, nou ja. We gaan maar eens even kijken, maar ik ga eerst even een video editen. En daar zit geen eindje aan, dus dat ga ik nu even aanbreien, zeg maar. Rafi, kom maar. Kom maar hier. Rafi, kom maar. Rafi. Kom. Rafi denkt, ik wil mijn bed in en jij bent er niet. En daar wordt hij heel onrustig van. Maar hij moet nog heel veel geduld hebben, het is pas 9:30. Nou, ik heb nog geen steek geëdit, want er was geen eindfilmpje. Dat is er nu wel. Maar stikt dus wat. Ik vraag me niet waarom, maar het gebeurde wel. Ik ga gauw editen. Tot straks. Zo. Even wat op Facebook gelezen en op een forum waar ik altijd lees. Video's die ik vanmorgen geüpload heb, die staan erop. En nu gaan we naar bed, Rafi. Het is 9:45. Die moet nog, oh, nog 3 minuten editen. Of renderen. Nou, dan gaan we daarna. Gaan we hier het lichtje uitdoen. We gaan Rafi meenemen. Oh, Rafi is al mee. Nou, terwijl ik me dan even was en dat soort ongein. Is die klaar? Kan die uit? Dan ga ik lekker mijn mandje in. En is er morgen weer een hele nieuwe video. Dan film ik een deel van de dag. Ik weet ook niet wat ik allemaal kan filmen. Dat gaan we allemaal vanzelf wel merken. Ik heb in elk geval nog een werkoverleg. En wel dingen weggooien ondertussen, hoor. In elk geval heb ik nog een werkoverleg. En dan mis ik nog een sok. Ik heb wat sok aan in bed als ik ga slapen. Boodschappen doen. Nou ja, 's middags ga je wel zien of ik het kan filmen of niet. Dat moet ik nog even zien. Hierboven wordt gegamed. En er valt iets op de grond. Goed. Ik ga deze wegleggen. Ik ga mijn pyjama aantrekken. Wassen, aankleden. Of missen, wassen, pyjama aan. En dan is het klaar. Jullie zie ik morgen terug in een hele nieuwe. Dankjewel voor het kijken naar deze. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneren kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug morgen in die video. Tot dan!